Ik ben Cedric. Vandaag ben ik hier in het rood, de kleur van de liefde. En dat komt omdat ik vandaag een top 10 ga maken. De top 10 dingen die je zeker niet mag doen op je eerste date. Oké. 1. Wat je zeker niet mag doen op je eerste date, is enkel over jezelf praten. Want je moet ook natuurlijk naar haar luisteren. Ik ben dit jaar 14 en ik word volgend jaar 15. Dat is heel logisch. Oh, Lindsay. Ik vind het echt super tof om met je te praten. Ik heet niet Lindsay. Ik heet Linda. Ai, ja. Dat wist ik niet. Volgende week nog eens afspreken. Tip 2. Ziet zeker dat je tanden goed zijn gepoetst. Dat je een geurken hebt opgedaan. Want niemand heeft dat graag als je zo'n date hebt die echt stinkt. Hallo, ik ben Cedric. Amai, jij ziet er echt mooi uit vandaag. Jij ziet er ook goed uit, hoor. Tip 3. Je moet zeker eerlijk zijn tegen je date. Je moet niet te veel leugens vertellen, want leugens komen altijd uit. In judo ben ik wereldkampioen geworden vorige week. Maar ja, allee, dat zie je ook aan mijn spieren. Allee, ja. Dat is duidelijk, hè. Overduidelijk. Ik heb een mega groot huis in Spanje. Mijn zwembad natuurlijk. Hè. Ah, ja. Je moet me echt eens meenemen naar Spanje. Ik wil er al zo lang naartoe. Ja, binnen 3 jaar misschien. Tip 4. Ik haat het echt als er mensen van je bord zitten mee te eten zonder dat ze het hebben gevraagd. Oké, als ze het eerst op voorhand hebben afgesproken met u, dan kan ik erin komen. Maar anders blijft je met je vingers van mijn bord af. You can't touch this. You can't touch this. Zeg, joh. You can't touch this. Heeft die mama je nooit geleerd dat je moet delen met de mensen? Tip. Op een date zet je geen verhoor aan het afleggen. Je bent niet bij de politie of zo. Dus stel gewoon simpele vragen. Hoe oud ben jij? Waar woont jij? Hoe laat werd jij thuis? Kom, zeg maar. Ik was gewoon thuis gisteren. Ja, ja. Echt waar, ik meen dat. Ik was gewoon thuis. Ik laat me gerust. Tip 6. Ik kan echt niet tegen smakken. Dat is zo'n ambetant geluid. Als ik dat hoor, dan is mijn honger echt direct weg. Probeer gewoon niet te veel geluid te maken bij het eten. En eet zeker eerst je mond leeg voor je begint met praten. Tip 7. Je mag een keer een openingszinnetje zeggen. Over een romantisch zinnetje, maar niet te veel, want vrouwen die worden daar echt zot van. Een beetje hard to get spelen, dat werd altijd. Voor mij een ijsje, alsjeblieft. Zoals je dat wil doen, want iedereen smelt voor je. En ook een smoothie, alsjeblieft. Ah, een smoothie voor een cutie. Mag ik de rekening, alsjeblieft? Op u, hè, kan ik altijd rekenen. Dank je wel. Merci. Oké. Ja, stop maar. Ja. Open, rekening alsjeblieft. Tip 8. Het is nog maar je eerste date en je moet niet te veel geheimen vertellen, want misschien ga je er dan wel afschrikken. Op mijn 12e, hè, dan heb ik eens in mijn bed geplast. Heel tof. Oh ja, en weet je, op mijn 5e, hè, dan was ik verliefd op de kleuterjuf. Dat was echt een schone, hè. Ze is schoner dan u. Amai, jongens. Ah ja, en ik heb ook superveel vratten op mijn tenen, hè. Goh, amai, dat is echt vies, jongens. Vratten. Oeh, dat moet gezellig zijn, hè. Ja, Tip 9. Deze is een hele belangrijke tip. Mijn mama heeft mij die verteld. Vraag nooit de leeftijd aan een vrouw. Zeg, hoe oud ben jij eigenlijk? Wat denk je dat ik ben? Hè? 18, denk ik. Tip 10. En mijn laatste tip is: kom nooit te laat, want niemand houdt van wachten. Ja, sorry. Ik ben slechts een half uurtje te laat. Onbeleefd, Rick. Het is al 11:55. Ik ben straks nog te laat voor mijn date. Allee, dag, hè.
En kijk zeker naar de andere video's van mij in de VTM Kids app. Dag!